Welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. Zometeen gaan we het natuurlijk hebben over de speech van Zelensky in de Tweede Kamer. Maar eerst moeten we even naar het weer. Want wij kwamen er vlak voor de show achter dat elk programma op NPO 1 verplicht is om aandacht te besteden aan de extreme weersomstandigheden. Ik wist dat niet, maar dat staat allemaal in het NPO 1 handboek. Echt hier, artikel 5. Bij code geel of hoger dient u op NPO 1 regelmatige weerupdates te geven. Oké. Nou, hebben we net op tijd ontdekt. Gelukkig dus nog op tijd. En daarom is Tex de Wit hals over kop naar buiten gerend met een camera. En daar schakelen we nu even naartoe. Weerman Tex, goedenavond. Weerman. Weerman, ik ben gewoon een minuut geleden naar buiten gelopen. Ja, en nu ben je weerman. Hoe is het buiten? Ja, koud. En het sneeuwt en het gaat nog veel meer sneeuwen. Ik kom weer naar binnen. Nee, zeker niet. Nee, hier. Dit moet van de NPO. Je moet even blijven. Ik had mijn jas mee moeten nemen. Ja, achteraf misschien wel, maar het was even haast. Tex, hoe bijzonder is dit weer? Bijzonder? Nou, het sneeuwt eind maart. Gebeurt wel vaker. Weet ik veel. Wat wil je dat ik zeg? Nou, iets van maart roert zijn staart. April doet wat hij wil. Aprilletje zoet geeft nog wel eens een witte hoed. Wat doe je? Wat is dit? Ja, dit hoort. Dit moet als je over het weer praat. Kijk maar naar je collega's. Dus wit, aprilletje zoet, geef wel eens een witte hoed. Nou, dat spreekwoord komt eindelijk eens een keer weer uit. Op de valreep roert Maarten nog even zijn staart. Aprilletje zoet geeft ook nog wel eens een witte hoed. Dit is waarom de tegeltjeswijsheden waar zijn. Hè? Maarten roert zijn staart en april doet wat hij wil. Aprilletje zoet, witte hoed, mogen ze die shit gewoon zelf verzinnen? Ik denk het, ja. Oké, nou, Maart is klaar, naai je maar. Ja. Dat gaat dan over de dieren of zo. Hey, ik kom nu naar binnen. Is dat goed? Ik wil iets meer enthousiasme, Tex. Hey, ik kom nu naar binnen! Nee, Jesus, nee. Wat is er, man? Nee, ik haat sneeuw en ik heb het koud. En ik haat niet alleen sneeuw, dieren ook. Hier, check. Deze schaapjes die lopen lekker door de sneeuw in Beekbergen. Ja, die lammetjes die hadden zich dat waarschijnlijk heel anders voorgesteld. Geboren in de lente loop je nu ineens lekker door de sneeuw. Zie je, die lammetjes zitten ook van net geboren. What the fuck is dit? He? Normaal als ik in maart word geboren, schijnt de zon. Tex, deze vibe die vind ik helemaal niet... Oh, nog een spreuk voor je. Sneeuw in april? Kutzooi. Nee, doe nou gewoon even mee, man. We zijn live op televisie. Wat... Oké, sorry. Ja. Arjen. Mm-hmm. Nederland kleurde wit, zo zagen we vandaag. Het liep vast op de snelwegen, maar veel sneeuw betekent natuurlijk ook sneeuwpret. Had je daar een filmpje van of wat? Nee, ja, ik sta hier toch ook pas net wanneer had ik dat moeten doen? Nee, natuurlijk niet. Fuck, oké. Ja, ik kreeg nog wel een leuke weerfoto opgestuurd. Oh, leuk, oké. Ja, cool. Hier, deze. Oké. Mooi, hè? Heel jammer dit, Tex. Heel jammer. Oké, we komen bij je terug als er ontwikkelingen zijn. Hou jij het voor ons in de gaten? Nou, liever niet. Oké, dankjewel. Ook al vindt hij het shit, in de sneeuw stond Tex de Wit. Dankjewel. En dan vanochtend was Nederland aan de beurt in de wereldtournee van de Oekraïense president Zelensky. En we weten inmiddels wat hij in die speeches doet. Hij koppelt de oorlog in Oekraïne aan de geschiedenis van het land waar hij voor spreekt. Ruslandkenner Hubert Smeet, die had er zin in. En in Nederland ligt het voor de hand dat hij het bombardement op Rotterdam zal... Ja, is dat de verwachting? Dat, of MH17 bijvoorbeeld? Die MH17 ligt zeker voor de hand. Dat is een gemeenschappelijke ervaring. Ik heb nog nooit mensen zo verlekkerd zien babbelen over nationale trauma's. Ja, wat gaat hij zeggen? Slavernijverleden, Srebrenica, Jeroen Rietbergen? Zin in. Premier Mark Rutte die mocht achterin gaan zitten. Achter Tuna Nkuzu. En die greep meteen zijn kans voor een selfie met Rutte. Toch bijzonder om zo'n man een keer in tucht te zien. Nou, en toen kwam de speech. Die was inderdaad precies op maat, zoals we al verwachten. Hij noemde inderdaad MH17 en het bombardement op Rotterdam. Maar Zelensky had zich echt goed voorbereid, want hij zei ook dit. Nederlandse народ, я знаю, що завтра ваша країна відзначає 450 років спочатку збройного повстання проти тиранії. Фундаментальна подія для вашої держави. Ja. Ik moest ook even zoeken, maar hij bedoelt de inname van Den Briel in 1572. Ik denk dat mensen in de Tweede Kamer ook zo zaten van... Ja, dat weten we. Ja hoor. Mm-hmm. Ja. 450 jaar alweer. Yay! Dit is een beetje als iemand uit groep 7 die haar spreekbeurt over het paard begint met... De Equus ferus caballus is een gedomesticeerd hoefdier uit de orde der onevenhoevigen. Dat je denkt, wow, easy on de Wikipedia, Meerte.
Chill. En kijk, tot zover was het allemaal leuk, maar toen kwam hij met zijn verzoekjes. І ти прекрасно це знаєш, друже Марк, що від вас, від вашої держави, наш вступ в Євросоюз дуже, дуже залежить. Ja, hij wil bij de EU, hij wil dat we stoppen met Russische olie en met gas. Maar ja, dat gaan we allemaal niet doen. Want kijk maar naar buiten, het sneeuwt. Dus ja, toen zijn ze allemaal maar gaan klappen. Ja, gaan we niet doen. Yay! Gaat niet gebeuren. En omdat de speech wat uitliep, was er daarna helaas geen tijd meer voor een atje voor de sfeer. Het was de bedoeling dat Atje Kuiken ook nog wat zou zeggen. Maar omdat we zijn uitgelopen in de tijd, heeft helaas president Zelensky de videoconferentie moeten verlaten. Nee, joh. Nee, maakt niet uit, joh. Arm Kuik. Voorzitter Bergkamp die wilde na de speech ook nog even de echte helden bedanken. Toen ik een paar weken geleden contact had met de ambassadeur en hij tegen mij zei van goh, het zou mooi zijn als de president Zelensky de Tweede Kamer toespreekt, heb ik dat met mijn staf gedeeld. En het is fantastisch geweest dat men meteen begon na te denken van hoe kunnen we dat organiseren. Het lijkt heel makkelijk, hè, een scherm en in stopcontact, maar er komt zo ongelooflijk veel bij kijken. Wat? Je hebt net een historische speech gehoord van een wanhopige man vanuit een bunker in een kapotgeschoten land. En dan zeg je, ik ben zo trots op de boys van de techniek. Even. Wie kwam er nou met die HDMI-kabel? Ja? Applaus hoor, applaus. Hartstikke goed. En ja, applaus. Nee, absoluut. Een applaus. Voor de boys van de techniek. En even voor de Kamerleden van Forum voor Democratie, die nu denken van, waar gaat dit over? Je had erbij moeten zijn. Maar echt, want dat waren ze niet. Baudet die weigerde naar Zelensky te luisteren en ik wil geen advocaat van de duivel spelen. Maar Theo Hiddema inmiddels ook niet meer. Eerste Kamerleden Theo Hiddema en Paul Vrentrop stappen uit de partij. Ze zijn het oneens met Baudet, die met zijn fractie niet aanwezig wil zijn vandaag bij de toespraak van de Oekraïnse president Zelensky in de Tweede Kamer. Oké, dus dit was serieus de druppel voor Hiddema. Dus niet toen Baudet jarenlang fascistische taal uitsloeg, toen hij agressieve Marokkanen verzon in de trein, toen hij mensen opriep geen vaccin te nemen tegen een dodelijke ziekte, toen hij Vladimir Poetin een prachtvent noemde. Toen allemaal niet. Maar toen hij niet naar een filmpje op een groot scherm wilde gaan kijken, dat ging te ver. Oké. Betekent wel dat van de 12 senatoren van Forum er nog één over is. Dat is deze meneer, Johan Dessing. En dan denk je, hoe de fuck is Johan Dessing? Maar Nederland heeft veel aan hem te danken, namelijk mooie reisprogramma's. Want hij is, dat is echt waar, de oudere broer van Floortje Dessing. Ja, ik denk dat hij de reden is dat Floortje steeds naar het einde van de wereld wil. Doe maar ver weg, zo ver mogelijk. Nee, ik hoef geen contact met de buitenwereld. Doe. Dus alleen Johan Dessing is nog over. Ik ben nu wel benieuwd wat de druppel voor Dessing gaat worden. Het zal dan ook wel op een raar moment komen. Hè? Dat Thierry zegt, rood wijntje doen bij de zalmforel. En hij zegt, that does it, I'm out. I'm gone. Dames en heren, dit was vandaag. Straks hebben we het over grote boten en Wim Helsen komt langs. Maar eerst nog even dit. De Avondshow presenteert Anneloes. Anneloes? Hallo? We gaan nog even terug naar Anneloes Mullink bij de Johan Cruijff Arena. 1-1 gelijk dus. Nou, we zien Anneloes eigenlijk nauwelijks. Anneloes, waar ben je? Ja, dat denken jullie. Dit lijkt geen 1-1, dit lijkt een mega overwinning. Dit was Anneloes. Anneloes? Hallo? Ja. Wow, dat was best wel een lange TikTok-video. Kan jij nog langere video's aan? Kijk dan de hele uitzending van de Avondshow met Arjen Lubach op NPO Start.